De flankspelen met het reti-systeem. De reti-opening vangt aan met paard F3. Paard F3 openen met een licht stuk in plaats van een centrumpion E4 of D4. Paard F3. De zoekertortopening. En zwart antwoordt meestal met D5. D5 kan ook met paard F6. En reti is dan C4, ongeacht wat zwart verder doet. Aannemen betekent het damegambiet aangenomen, dat is hoofdstuk 19. En niet slaan op C4 betekent geweigerd, orthodox, slavisch of half slavisch. En met paard F6 de Indische systemen. En Ben Oni is ook nog mogelijk. Ja, die pion is makkelijk terug te vangen met dame A4, schaak. Maar niet echt wenselijk, de dame erg vroeg in het spel. E6, de hoofdvariant van het damegambiet geweigerd met D4. C6 of C5. C5, Ben Oni-achtig. En C6 komt dan neer op het halfslavisch. E3, paard F6. Loper D3, dit staat bekend als de Meraner van het halfslavisch. En dit is dan die tempo zet. Loper slaat terug. En loper moet weer terug. Bekend. Of paard. Vanaf B8 naar D7. De anti-Meraner is dan in plaats van E3 een loper G5. Dat leidt dan tot dit. D-maal C4. E4. Verdedigen van de pion nu. Met B5. De E-pion schuift door. Loper weggejaagd. Loper naar H4. En loper naar G3. En dan probeert dit paard via C3 en E4 op dit veld terecht te komen. C5. Ongeveer. Dus. Paard F6. Dat leidt tot de Indische systemen hier. Ook weer getransponeerd tot het orthodox. Dame gambiet geweigerd. Dit kennen we. E6. Ben Oni. Half slavisch. Anti-Meraner. Meraner, of eventueel hier nog dame C2. Met deze variant. Loper D6. Loper D3. Tot zover de reti. Daar kan van alles uit ontspringen. Niet alleen dit. Maar eigenlijk alles. We gaan naar de beurtsopening. En de beurtsopening, dat is wel een pionzet. Maar dan een flankpion met F4.